Welkom bij een Dutch IT Channel talkshow. Mijn naam is Danny Friedman en in de komende 15 minuten heb ik een gesprek met de organisatie Dell Intel met name over een recent Dutch IT Cloud Survey. Ik ga ze snel voorstellen. Anne Mieke, Patrick, fijn dat jullie er zijn. Annemiek, ja. voor degene die jou niet goed kennen, zou jij je kort nog kunnen voorstellen? Ja, tuurlijk. Mijn naam is Annemieke Driessen en binnen Intel ben ik verantwoordelijk voor uh, een aantal grootzakelijke eindklanten. En daar uh, werken we op uh, technologische ontwikkeling. Dus ik vertel een beetje wat er gaat komen uh, van Intel en we doen uh, innovatieve uh, projecten. En jullie doen heel veel innovatieve projecten. Daar gaan we binnenkort goed. nog een keer elkaar over interviewen. En fijn dat je er vandaag bent. Ja, dank je. Patrick, goed om je te zien, ook in deze coronaproefomgeving. Ja, dank je. Lekker even, ik zie je lekker relaxen. Ja. Heerlijk. Even ja. hey, voor degene die jou nog niet goed kennen, zou je kort nog even kunnen ja, voorstellen. Ja, dat wil ik zeker. Mijn na naam is Patrick Eikenaar. Ik ben uh, binnen DEL verantwoordelijk voor wat wij noemen de infrastructuur supportgroep excuses en met name gefocust op wat wij weer uh, computer networking noemen. En uh, dat doe ik met een team van uh, iets meer dan 40 man. Zo. Hele mooie club. Vandaag gaan we het hebben over een onderzoek wat recent geweest is. Daar kom ik zo even op terug. Maar ik wil even terug naar de basis. Want Dell en Intel werken al heel lang samen. En ik had, begin even bij jou Patrick. Wat typeert nou deze nauwe samenwerking tussen jullie beide organisaties? Um, ik, ik denk dat um, wij proberen vanuit onze organisatie uh, transformatiële oplossingen te bieden aan onze klanten. Uh, en uh, heel veel van die oplossingen die hebben te maken met workloads. En, uh, en dat doen wij met onze servers, maar onze servers zijn niks zonder de processoren van Intel. En uh, die zijn een integraal onderdeel van, uh, van onze infrastructuur. Dus is de samenwerking tussen Dell en, en Intel, ik ja, uh, kan bijna niet zeggen hoe belangrijk ja. die is, maar die is heel belangrijk. Annemiek, is dit een soort symbiose geworden tussen jullie beiden? Ja, het is, uh, het is, voor, het is natuurlijk heel belangrijk om, uh, om, om samen te ontwikkelen. Mm -hmm. Dus dat, dat, we werken al heel, heel lang samen. Ja. En uh, ja, dus de samenwerking tussen onze bedrijven, ook wereldwijd, is, is echt heel, uh, heel nauw. Ja. Nou gaan we het vandaag hebben over het onderzoek cloud. En ik kan me heel goed voorstellen met al de uitdagingen die we hebben gehad, tijdens toch deze pandemie, een woord denk ik wat we bijna niet meer willen gebruiken, maar waar ik het toch even moet hebben, is ook dat cloud, public, private, hybrid en alles wat omheen komt in de dienstverlening, cruciaal is geweest ook ontwikkeling en groei voor jullie beide bedrijven. Ik kijk even naar jou Patrick. Mm -hmm. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan afgelopen jaar qua organisatie? Het um, klinkt misschien gek Danny, maar er is eigenlijk voor ons niet zo heel veel veranderd. Um, veel van de gesprekken die wij met onze klanten hebben, die ik met onze klanten heb, die gingen eigenlijk al over transformaties, uh -huh. over hè, wat wij dan digitale transformatie noemen. Ja. Ik, ik, ik typeer het als van hoe zorgen we ervoor dat een bedrijf zeg maar, optimaal functioneert ja. met hun IT-afdeling samen. En corona, hè, de, de pandemie, ja. heeft het eigenlijk alleen maar in een stroomversnelling gebracht. En daarmee is de discussie alleen maar relevanter geworden. Maar ja. het, het, heel erg is het voor ons niet ja. veranderd. Maar eigenlijk zeg je daarmee, Pet, ik denk ook voor geld van jou, Annemiek, dat jullie er al klaar voor waren. Jullie ja. waren al bezig met deze transformatie. En eigenlijk door deze toch veranderende marktomstandigheden... Is die, heeft die versnelling eigenlijk alleen maar meer plaatsgevonden. Kan ik het zo interpreteren? Ja, je zult het geloven of niet, Danny. Maar ik werk al 15 jaar ja. uh, home-based. Ja, home ja, ja, en uh, natuurlijk ben ik onderweg dan uh, de rest van de tijd. Ja. Maar onze infrastructuur is daar al heel ja. lang uh, op ingesteld. Maar. En vandaag even, zijn jullie even bij mij. Uh, en ik wil het met jullie hebben, hebben even over die survey. Want een van de vragen, ik ga drie vragen met jullie... Uh, ...bespreken, want eigenlijk dat hele survey die gaan we binnenkort lanceren. Daar mag ik het nog niet over hebben. Maar er zijn drie vragen die ik even met jullie bespreek. De eerste vraag is... ...wat gaat de financiële impact voor de organisatie zijn... ...bij een transitie naar de cloud? Dat is een hele belangrijke vraag. Met name over de kostenkant. Ik kijk heel even, denk ik, naar Patrick om mee te beginnen. Ja, um, ik denk wat, wat de survey laat zien... ...is wat wij um, zien met onze klanten. Is dat uh, een aantal klanten denken, uh, in alle eerlijkheid... Klaar te zijn voor de cloud-migratie, uh -huh. hebben de kosten uh, op orde en, en, en weten voor hun gevoel heel erg wat, wat ze te wachten staat. Uh, we komen daar straks misschien nog wat verder op yep. in, maar. Um, maar er zijn ook organisaties die overwegen om naar een, een cloudachtig model te gaan. Ik vind nog steeds wel dat het belangrijk is, ook in discussie met klanten, dat je het hebt over wat wil je nou uiteindelijk bereiken. Mm -hmm. Er wordt te makkelijk gepraat over cloud als een soort strategie. In yeah. mijn beleving is dat gewoon niet waar. Cloud is een, is een doel en dat kan een, een doel zijn om uiteindelijk een bedrijfsstrategie uh, te realiseren. Um, en, en, en sommige bedrijven die, die, die kijken daar heel erg tegenop en die worden geconfronteerd met echt enorme kosten ja. om die, überhaupt die, uh, die transformatie te ondergaan. Ja. Annemiek? Ja, ik vond het uh, een opmerkelijke uh, uitslag eigenlijk. Ja. Omdat uh, ja, uit de cijfers toch blijkt dat uh, meer dan de helft of op dezelfde kosten of op meer kosten ja. zit. Dat zag ik ook. Ja. En uh, ja, dat is toch wel een ja. opmerkelijke. Omdat er vaak wordt gezegd: van nou, je kunt sparen op je, ja. sparen op je kosten. Het zijn OPEX en geen CAPEX. En uh, ja, dus dit is een, uh, ja. Ja, een opmerkelijke uh, uitkomst. Betekent het dan ook, Patrick Annemiek, dat, dat we klanten daar dus nog weer meer bij kunnen helpen? Dat we hun kunnen helpen in de transitie. Patrick, ik zie jou knikken al Volgens mij is het, ligt daar een kans. Nou ja, de, de, de discussie die wij met, met, met onze klanten hebben, is juist om ze te helpen en inzicht te geven in wat zo'n cloud-transitie nou betekent. Ja. En het is ook niet heel makkelijk, want we hebben, tegenwoordig praten we niet meer over alleen maar de public cloud. Nee. We hebben het over hybride cloud-modellen, waarin we een stuk on-premise infrastructuur hebben. Soms in datacenters, soms in edge-locaties, ja. uh, soms inderdaad in de publieke cloud. Um, en uh, de migratie daar naartoe, ook als je kijkt naar je applicatielandschap, dat, dat brengt uh, enorme uitdagingen met zich mee. En uh, met uh, de familie die wij hebben, want Delta Cloud ja. is natuurlijk niet alleen mooi, maar het infrastructuurbedrijf, maar, ja. maar, maar ook de, de, een, een VMware en dat ja. soort bedrijven. Ja, denk ik dat wij uh, samen met partners zoals Intel uh, uitermate geschikt zijn om die, die discussie met onze klanten ja. te voeren. En ze te helpen uh, om uiteindelijk die doelen te bereiken. Ja. En ze te helpen eigenlijk op een andere met, op een andere manier die. Digitale transformatie te maken en ook de financiële impact te managen van zo'n transitie. Ja, fantastisch. Heel mooi voor. We gaan even naar de volgende vraag. Heeft u een exit strategie? Annemiek? Ja, zeer belangrijk natuurlijk. Ja. Um, uh, we zien ook, en, en ik zie dat met de bedrijven waar ik mee werk, dat, mm -hmm. um, dat het heel belangrijk is om, om van tevoren te realiseren: van uh, als ik nou mijn workloads in de cloud zet, wat gebeurt er op een gegeven moment als ik wil wisselen van cloud provider? Ja. Um, of uh, hoe, hoe ga ik om met mijn applicaties die niet de cloud in kunnen? En het is gewoon heel erg belangrijk om na te denken van uh, wat gebeurt er met mijn data? en ja. Kan ik eventueel dus mijn data gewoon weer ja. in huis nemen of kan ik wisselen? Dus ja, en dus eigenlijk moet je je daar dus vooraf door eigenlijk voor organiseren. Absoluut, dat ja. zou ik zeker aanwezen. Ja, Patrick, ja ik zie je ja. al. Ja, nou ja, kijk, het grappige is als je die eerste vraag erbij pakt, ja, die juistens, kosten. De, de, mijn mooi. ervaring is, is dat die exit-strategie, daar zijn enorme kosten soms mee gemoeid. Ja. Uh, als je dat niet goed hebt gepland en niet goed over hebt nagedacht. En feitelijk zou je die eerste vraag moeten complementeren met die exit strategie. Ja. En ik ben bang dat er, en dat wijst ook ervaring uit, dat bedrijven die zich op een gegeven moment door welke situatie dan ook worden geconfronteerd met het daadwerkelijk weg moeten halen van, van informatie, data uit de, uit de cloud omgevingen. Dat die kosten vele malen hoger ja. zijn dan dat ze ooit bedacht hadden. toen ze naar de cloud wilden gaan. Ja. En dus in mijn beleving, als, als je een goed stukje bedrijfsmanagement ja. doet. zou je zowel de migratie naar de cloud. als de exit-strategie mee moeten nemen. in je totale business case. Ja, en daarmee zeg je eigenlijk dat. En we de, terug naar die eerste vraag. dat een, een, de kosten van een mogelijke exit-strategie. Die zouden mee moeten genomen, meegenomen moeten worden, lijken een financiële business case vooraf. Ja. Fantastisch. Nou, een mooie aanvulling. Dan hebben we hebben nog een vraag. Heeft u voldoende kennis en ervaring in huis voor een succesvolle overstap naar de cloud? Dat mm. ik. Blijf even bij jou hangen. Ja. Ja. Um... Het interessante denk ik aan die vraag is, en, en ik denk dat dat ook het, het onderzoek ja. heeft uitgewezen, is dat het is heel divers. En uh, ik denk dat bepaalde bedrijven, uh, met uh, vaak de wat grotere bedrijven die een uitgebreid uh, uh, bemensing hebben, zeg maar met veel kennis, uh, dat die goed weten wat het met zich meebrengt uh, vanuit een applicatietransformatieoptiek, optiek maar ook vanuit een infrastructuur. Uh, er zijn veel. Kleinere bedrijven, maar soms zijn het ook echt grotere bedrijven, uh, die totaal geen idee hebben wat, uh, wat, wat, er met, wat erbij komt kijken om uh, daadwerkelijk je workloads naar ja. een, een cloud-omgeving te brengen. Laat staan om ze uiteindelijk er weer uit te halen. Ja. Dus uh, nee, dat is uh, ja, een hele relevante ik dat vraag. Ja. Ja. Annemiek? Ja, zeker. Ik knikken? Ik, ja. Ja, een absoluut, een ja. uh, hele re relevante vraag. Het zijn ook uh, ja, andere, anders opgeleide uh, mensen ja. die, daar, uh, die daarvoor nodig zijn. Ja. Um, en uh, ja, het, is, uh, het zijn ook iets andere vaardigheden ja. natuurlijk die, uh, die je moet hebben. En uh, ja, ook dat stukje vooraf over die exit-strategie, ja. over nadenken over wat er met je data moet gebeuren. Uh, nou ja, dat zijn allemaal toch ja. net iets andere uh, vaardigheden. vaardigheden. Dan wat wat ik me dan afvraag, Annemieke en Patrick, betekent dan ook dat, dat in de waardepropositie en waardeketen van Dell en Intel naar de eindklanten, hè, met partners daartussen, dat jullie continu aan nadenken zijn over bijvoorbeeld consultancy... Kennisachtstand. Weet je, hoe je, die, hoe je daar overbruggen, zie je reageren, ja, dan kan je me voorstellen dat dat cruciaal is, ook voor ja, de, de dienstverlening. Ja. Uh, ja, en misschien nog wel een keer. Ja, ja. Ja. Want, uh, en, ja. en dat is denk ik ook precies waar wij um, onze partners heel hard bij kunnen gebruiken. Omdat mm -hmm. wat we zien is dat uh, onze partners vaak dichter tegen een Eindklaand aanzitten dan dat we zelf kunnen. Ja. In sommige gevallen willen we dat wel heel graag. Maar we moeten echt samenwerken om, om succesvol te zijn. En juist die kennis. Van de bedrijfsprocessen van onze klanten is cruciaal om adviezen te kunnen geven in die, in die migratie. Ja. ja, fantastisch, want daarmee bouw je, bouw je continu een brug. En ik kan me heel goed voorstellen, Patrick en Annemiek, dit is Dutch IT Channel, en het woord Channel zegt het al, de ja. partnerkanaal. Zijn er nou nog randvoorwaarden aan partners waarmee jullie samenwerken, die, die, waar, die belangrijk zijn om ook met jullie zaken te doen? Zijn die er? Ja, ik zou, ik, je zou liegen als het nee was. Nee. Ik bedoel, kijk, als je kijkt naar het ecosysteem aan partners, zeg ik wel, er is een heel groot verschil uh, uh, in te vinden. Ja. We, we kennen de, de, ik zeg niet per definitie kleine partners, maar je hebt partners die zich voornamelijk toch op de traditionele Zeker. IT richten. Ja. En we hebben partners die wel degelijk eigenlijk het hele gremium van een, uh, van een klant uh, willen begrijpen. Consultancy doen ja. vaak ook zelfs op boardroom-niveau. Uh, ik denk dat als je um, met ons. Met Intel uh, samen succesvol wil zijn en klanten wil helpen in zo'n cloud-migratie, dan moet je bijna wel op een, op, op een goed, goed niveau in een ja. organisatie kunnen. En, da en dan kunnen we daar ook heel goed in samenwerken. Ja. Uh, en, en we zien helaas ook dat in sommige gevallen we dan, uh, als die partners dat niet kunnen, ja, dan proberen we het zelf te doen. En dat is ook mijn team. Probeert steeds meer die consultancyrol op te nemen om dit soort uh, transformaties te begeleiden bij ja, klanten. Mooi, mooi, mooi. Ik ga even naar de basis ook voor jullie samenwerken. Want jullie hebben vrij een, een aantal nieuwe cloud-infrastructuur-innovaties op de markt gebracht. Want een prachtig woord, ik ga het proberen goed te zeggen: de 15 G Dell EMC Power Edge Service. Annemieke, ik ga toch even naar jou. Waarom is dat zo belangrijk om met dit soort innovaties toch gezamenlijk de markt te betreden? Nou ja, uh, innovatie is natuurlijk uh, ons levensbloed. Ja. En uh, wij, willen, wij willen gezamenlijk de klanten natuurlijk de allernieuwste en allermooiste technologieën uh, bieden. Ja. Dus dat is één. Maar er zijn een aantal uh, belangrijke dingen ook met deze nieuwste generatie. Uh, natuurlijk uh, uh, denken wij dan ook aan de cloud uh, in het achterhoofd. Want uh, bij cloud uh, moet je de latency, dus de. Ja. de uh, uh, de, uh, snelheid, de snelheid. Ja, ja. <laughs> De snelheid naar de cloud moet je beperken. Dus uh, daar hebben we ons heel erg op gericht: op die latency voor uh, cloud-applicaties, met name databases. Maar ook hoe ga je veilig. Van de cloud, weer terug naar de cloud. Ja, okay. Het hele edge-verhaal ja, ja. uh, uh, daarbij. Uh, er zit een hoop uh, um, uh, features, ook voor uh, uh, artificial intelligence. Ja. Dus eigenlijk heel veel mooie nieuwe technologieën. Ja, maar dit zijn eigenlijk de thema's waar wij in ons land, overheid, private bedrijven bezig zijn. Hè? Ook mede door ja. thuiswerken, endpoint, edge. Ja, en, dat, en eigenlijk wat jullie nu doen vanuit Dell en Intel, is dat jullie eigenlijk daar. ...eigenlijk op die trend inhaken met jullie dienstverlening. Zeker, ja. Fantastisch. Ja. Patrick, een nou ja, kans als ik het zo hoor. Ja, het is een enorme kans ja. en het is ook enorm relevant en noodzakelijk dat we het doen. Uh, we zien dat de wereld steeds meer aan het fragmenteren ja. is. Vroeger was het allemaal heel simpel bijna. We plaatsten wat apparatuur in een datacenter en dan, uh, dan draaide het wel... Uh, in de wereld waarin we nu zitten, met multi-cloud omgevingen, yep. met edge locaties, uh, met edge locaties die in sommige gevallen uh, zeker niet datacenter friendly zijn, oftewel hè, niet geconditioneerde ruimtes nee. met mooie temperaturen, et cetera. En dat betekent dat wij aan onze kant steeds maar aan het innoveren zijn om point solutions te maken voor edge, voor multi-cloud omgevingen. Uh, we zien bijvoorbeeld ook, en dat is ook een eigenschap van, uh, van ons gezamenlijk uh, portfolio, is dat. Uh, waar we vroeger, we hadden wel een soort doosjes. Hè? Mensen noemden uh -huh. het altijd uh, pizzadozen. En dat hadden we dan in twee uur en één uur. Uh, we hebben ook geconstateerd dat klanten bijvoorbeeld niet altijd gebruiken wat wij ze geven. Qua uh, componenten die erin ja. zitten. Dus we zijn nu ook aan het kijken. Kunnen we niet mensen wel diezelfde pizzadoos geven. Maar dan stoppen we er standaard wat minder in. Dat gaan ze ook niet nee. gebruiken. Hoeven ze het ook niet te betalen. En dat zijn denk ik ja. toch wel de innovaties die we nu ja. in ons 15G of 15e generatie ja. portfolio aan het uh, doorvoeren zijn. Nou zijn we al bijna halverwege 2021, Annemiek en Patrick. Waar, waar, waar kijken jullie het meest naar uit dit jaar, gezamenlijk, Annemiek? Nou, ja, ik, uh, ik kijk er naar uit dat we allemaal weer gewoon face-to-face uh, uh, -face, uh, ja. uh, ontmoetingen kunnen hebben. Dus uh, zeker. En uh, de technologie is een fantastisch ja. hulpmiddel. Um, maar ik denk persoonlijke contact is, is uh, absoluut, absoluut heel belangrijk. Toch? Dus daar kijk ik zeker, zeker. Uh, heel erg naar uit. Ja, heerlijk, En dat voelt vandaag bijna als een uitje pet. Hoe, ja. hoe geldt dat voor jou? Ja, ik kan, ik kan het alleen maar beamen. Ja. Ik, ik, ik zit hier uh, weer eens een keer uh, buiten mijn, uh, mijn kantoor, uh, thuiskantoor en, uh, en kom in contact met uh, belangrijke partners en uh, met ja. nieuwe mensen. En ik vind het heerlijk. Dus ik hoop dat, dat is waar ik naar uitkijk. Ja. Weer het ontsluiten van de samenleving. En, en dat we weer gewoon met elkaar leuke dingen kunnen gaan ja, doen. Leuk, leuk, Anders leuk. dan dat we dat nu doen het... in de virtuele omgeving. <laughs> Patrick, als, als we nou in één, in één zin de samenwerking van Dell en Intel zouden, kunnen, zouden durven samen te vatten, hoe zou je die typeren? Um, vertrouwen uh, en, uh, en elkaar op een gezonde manier uitdagen. Ik denk Goh. dat ik... Uh, dat zou willen Annemieke. Nee, absoluut. Ik denk uh, uh, hele sterke samenwerking. En uh, altijd, altijd streven naar verbetering ja. en het uh, beter maken. Samen, samen sterk. Ja, uh, Fantastisch. Patrick Eikenaar, naar Annemieke Bedankt voor jullie tijd om hier vandaag te zijn. Bedankt voor het kijken naar een gesprek met Dell en Intel. Die met name uiteraard hebben stilgestaan over hun nieuwe kansen in de markt en de nieuwe technologie die eruit komt. Maar ook hebben stilgestaan. Bij een aantal belangrijke vragen die binnenkort worden gelanceerd in het Dutch IT Cloud Survey. Kijk vooral gerust. Bedankt voor het luisteren en kijken. Mijn naam is Dennis Toekman.